woord is aan de broeder. Hele goedemorgen. Fijn om in uw midden te zijn ook weer vanmorgen. We mogen aan de maaltijd. U weet, de Bijbel is als honing, zoet als honing, goed voor het verhemelte, alleen wel bitter voor de buik. Als je dat woord gaat bestuderen, is het geen woord naar de oude mens. De Bijbel spreekt over nieuw leven, een nieuw leven wat er is. Gelukkig maar. En wat we ook net vanmorgen gehoord hebben van broeder Bart bijvoorbeeld. Wat een rijkdom dat wij dat eeuwige leven ontvangen hebben in Christus. Dat we eeuwig leven hebben. Dat ook al gaat het aardse leven voorbij, wij hebben hoop. Ons aardse leven staat toch in een heel ander licht, denk ik dan. Als van de natuurlijke mens die geen hoop heeft en die in duisternis is. En die dat denk ik maar gewoon voor zich wegschuift, er niet aan wil denken, er niet mee bezig wil zijn. Maar wij mogen er wel mee bezig zijn, hè, met dat eeuwige leven. Ik wilde met u lezen uit Lucas 13. Ik weet niet of ik het wel eens verteld heb vanaf deze plek, maar ik heb een tijd gehad dat ik me afvroeg, waarom staat er in de Bijbel eigenlijk zo weinig over deze oude schepping? We gaan naar school, je leert lezen en schrijven, rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis. Dan ga je naar de middelbare school en nou, dan worden de werkelijkheid is zo complex dat we eigenlijk voor het gemak het dan maar splitsen. En dan krijg je vakken als biologie, natuurkunde, scheikunde en ook nog wel aardrijkskunde, geschiedenis, talen enzovoort. Maar waarom zegt de Bijbel er eigenlijk zo weinig over? Wat je wil weten eigenlijk over deze oude schepping, dat zul je voor het grootste gedeelte zelf moeten onderzoeken. En daarvoor ga je ook naar school en daar leer je dingen over deze oude schepping. Tot ik langzaam maar zeker door begon te krijgen, ja, maar het gaat de Bijbel natuurlijk niet om deze oude schepping. Die Bijbel geeft daar maar heel weinig informatie over en zegt van oké, als je erover wil weten over deze oude schepping, prima, dan kun je het onderzoeken. En dat doen we natuurlijk ook als mens. Maar waar het natuurlijk in wezen om gaat, is niet deze oude schepping. En toen viel bij mij eigenlijk dat kwartje, denk ik, natuurlijk. Daarom staat er in de Bijbel zo weinig over deze oude schepping. Omdat ja, deze oude schepping moet een nieuwe schepping voortbrengen. En daar geeft de Bijbel juist informatie over. Over dat nieuwe leven. Over die nieuwe schepping. En dan spreekt natuurlijk ook de geschiedenis over die we vanmorgen met elkaar gaan lezen. Uit Lucas 13. En ik ben bezig met een reeks over de Sabbat. En dit is zeg maar de vierde geschiedenis. Er zijn 7 genezingen op de Sabbat en dit is de vierde. Lucas 13 vanaf vers 10. Waarin boven staat een lamme vrouw genezen. En daar staat dan, en hij leerde op de Sabbat in een der synagogen. En dat gaat over de Heer Jezus uiteraard. En ziet, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaar lang gehad had. En ze was samengebogen. En kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus, haar ziende, ik zou zeggen met innerlijke ontferming bewogen, maar dat staat hier niet. En Jezus, haar ziende, riep haar tot zich en zei tot haar: vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. Kijk, en dat kon hij zeggen, want hij is een kenner der harten. En we lezen ook later dat deze vrouw een dochter Abrahams is. Nou, we weten vanuit de schrift, dat zullen we ook straks nog zien, dat je dan een gelovige bent. Dus hij ziet haar, weet dat het een gelovige is,
roept haar tot zich en hij zei: de vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde haar de handen op en zij werd wederstond recht en verheerlijkte God. Ik weet niet of u die ook als naar die films kijkt die er gemaakt worden dan, over die geschiedenissen uit de schrift. En ik kan me herinneren in dit geval, dat dan zo'n vrouw is die dan helemaal gebocheld is en dan zo loopt. En dan uiteindelijk genezen wordt en helemaal recht staat. Dus hij legde haar de handen op en ze werd terstond weder recht en verheerlijkte God. En de oversten de synagoge, kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genezen had, antwoordde en zei tot de scharen: er zijn 6 dagen in welke men moet werken. Kom dan in dezelfde en laat u genezen. En niet op de dag des Sabbats. En toen zei de Heer tegen hem: gij geveinsde, maakt niet in ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de kribbe los en leidt hem heen om te doen drinken. En deze die een dochter van Abraham is, welke de Satan ziet nu 18 jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band op de dag des Sabbats? En als hij dit zeide, werden zij alle beschaamd die zich tegen hem stelden. En al de scharen verblijden zich over al de heerlijke dingen die van hem geschieden. Tot zover. Ja, ik heb in de laatste keer dat ik hier was, echt geprobeerd uit te leggen eigenlijk, vanuit de schrift, waarom de Heer deze genezingen met name ook op de Sabbat doet. En niet alleen op de Sabbat, maar we vinden dat een heel aantal keren terug, dat de Heer dat op de Sabbat doet. Ik heb u geprobeerd te laten zien dat de Sabbat spreekt van de rust, het ingaan in de rust. En dat dat in de Hebreeënbrief zo uitgelegd wordt, dat als je tot geloof komt, dan ga je de rust in, de rust van de Sabbat. De Bijbel spreekt er ook over dat de wet, Paulus zegt ook, de wet is geestelijk. De wet is een schaduw van toekomende dingen. Dus de Bijbel spreekt in beelden. En wat ik in het begin al even aangaf. En het gaat eigenlijk altijd over dat nieuwe leven. En zeker als we spreken over de tijd waarin wij nu leven, dan spreken al die tekenen en die wonderen over dat opstandingsleven. En dan vervolgens het vervolg daarop ook. Dat je, als je dan met Christus opgestaan bent, dat je dan ook gaat naar de troon der genade, waar je dan komt, met die uitgestrekte hand die dan inmiddels genezen zijn. Want dat is ook een van de wonderen, Die dorre hand, dor betekent dat er geen water in zit. Dat is eigenlijk wat dorheid betekent, heel kort. Maar als je dan gedronken hebt van het water dat ik je geven zal, wat de Heer zegt tegen die Samaritaanse vrouw, dan wordt die hand gezond. En dan wordt die hand gezond, zodat je met die lege handen bij de Heer kan komen, naderen tot de troon der genade, en dat je dan vervolgens de Heer kunt dienen. Want dat lezen we ook in het Nieuwe Testament, dat de Heer ons bekwaam gemaakt heeft om hem te kunnen dienen. En eigenlijk in het kort spreken daar al die gelijkenissen, die wonderen en die tekenen in het Nieuwe Testament, die spreken daarover. Over dat nieuwe leven in Christus en dan vervolgens dat de Heer nu bezig is, het is al gelezen uit de Efezebrief, zich een volk te verzamelen uit Jood en Heide, dat de Heer bezig is met die andere kudde, de ene kudde heeft hem afgewezen, dat de Heer bezig is met die andere kudde, die schapen van die andere kudde. En de gelovigen daaruit, de gemeente, die zijn dan inderdaad tot heerlijkheid, wat vanmorgen gezegd is. En daar spreken eigenlijk al deze geschiedenissen ook over. En daar gaat ook de Sabbat over. Want de Sabbat betekent hier rust. Nou, vul je eigen naam maar in. Maar dan vervolgens ben je met hem opgestaan. En met hem in nieuw leven kan je die loopbaan lopen die je voorgesteld wordt. Dat is het ingaan in de rust. Alleen wij als mens, wij zijn heel gehecht aan die eerste beginselen der wereld. Wat eigenlijk wet is. En dat spreekt ons ook aan als mens. En want wij weten vanuit onszelf dat we eigenlijk tot geen goed in staat zijn. Dus je hebt eigenlijk wet nodig om je het een beetje te kunnen sturen. Maar de schrift zegt eigenlijk van: kijk nou eens wat er met het volk Israël gebeurd is onder de wet. Heeft de wet geholpen? Nee. Zijn ze daardoor de Heer gaan dienen? Nee.
Waarom heeft God die wet dan gegeven? Nou, God heeft die wet gegeven om inderdaad te laten zien dat ook met een wet de mens tot geen goed in staat is. En de wet is gegeven als, wat ik net al zei, hè, als illustratie van wat er daarna zou komen. Denk aan alle offers bijvoorbeeld die er gebracht moesten worden. En niet voor niets dat Paulus zegt, hè, dat de wet geestelijk is, dat de wet een schaduw is van toekomende dingen, dat we zouden de wet niet doen, maar we zouden de wet geloven. En de wet, de schrift is er heel duidelijk over, de wet is gewoon sowieso, de eerste 2500 jaar van de mensheid was er niet eens een wet, van Adam tot Mozes. Dan vervolgens kwam de wet, en terwijl de wet er was, werd er al gezegd dat die wet beëindigd zou worden. En dat er een nieuw verbond zou komen. En die wet is ook alleen ook aan Israël gegeven. Is helemaal niet bestemd voor de hele wereld. Hij was alleen aan Israël gegeven. Hè, omdat God in principe zijn werk doet via Israël. En dat zien we dus ook, hè, in de schrift. God doet zijn werk via Israël. Nou, een bepaald deel van Israël heeft hem afgewezen. God gaat verder met die andere kudde. Hè, daar hebben we het ook over gehad een van de vorige keren. Nou, de eerste geschiedenis, oh ja, waar ik ook nog over gehad heb, is over de sterke en zwakke gelovigen. Kan ik het nog herinneren of niet? Hè, dat dus voor de ene gelovige, die stelt de ene dag boven de andere dag. Terwijl de sterke gelovige, die zegt, ja, maar in Christus sta je in de vrijheid. Er is niet één dag voor de Heer, elke dag is voor de Heer. Hè, daar spreekt dan Romeinen 14 bijvoorbeeld over. En de een zegt van ja, je mag dit niet en je mag dat niet. Terwijl de schrift zegt, alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles sticht. En dat is een stukje opgroeien van kind naar volwassenheid. Dat zegt de schrift ook, hè. Een kind heeft wet nodig, een kind heeft regels nodig. Maar op een gegeven moment, als je opgroeit naar volwassenheid, zou je zelf je verantwoordelijkheid moeten nemen voor je leven. En dat is natuurlijk ook de weg die de Heer met ons gaat daarin. He, dat je dus in het begin misschien inderdaad voor jezelf zegt van ik heb bepaalde wetten en regels nodig. En dat is misschien wel tot heel lang. He, tot je al heel oud bent, dat je weet voor jezelf dat bepaalde dingen, dat je die beter wel of niet kan doen. Maar ten diepste heeft de Heer ons in de vrijheid gezet. In de vrijheid om die vrijheid te gebruiken, uiteraard om hem te dienen. He, dat zegt Paulus ook niet als aanleiding voor het vlees. Maar om hem te dienen. Nou, we hebben het gehad over die man met die dorre hand, wat ik net al even aangaf, in Matthäus 12, die genezen wordt. In die geschiedenis is wel grappig, daar wordt een mens vergeleken met een schaap. Ik heb het toen ook gehad over die verschillende kuddes die er zijn. De geschiedenis die we net met elkaar gelezen hebben, wordt de mens niet vergeleken met een schaap, maar met een os en een ezel. He, zegt de Heer ook, he, wordt die een os en een ezel losgemaakt om te drinken. En zo wordt deze vrouw ook genezen, bij het levende water gebracht eigenlijk. He, dat is wat er gebeurt. He, die vrouw drinkt feitelijk, zou je kunnen zeggen, he, overdrachtelijk gezien, van dat levende water. En daardoor wordt ze genezen, daardoor wordt ze verlost. Nou, zowel dat schaap als die os en die ezel zijn eigenlijk alle twee beelden ook van dat volk van Israël. Het schaap hebben we het over gehad, hè? Dat vind je in het Oude Testament terug. Maar ook van die os en die ezel. Ja, maar dat vinden we ook terug, ik ga er niet met u naartoe, maar dat vinden we in Jesaja terug, het begin van Jesaja. En dan misschien dat ik er straks nog even op kom, weet ik niet zeker. Maar daar wordt gewoon het volk Israël genoemd, hè? Vergeleken met een os en een ezel. En hier in deze geschiedenis ook die we gelezen hebben. Maar laten we even gaan kijken en naar Lucas 13... waar die lamme vrouw genezen wordt. Ik had het gehad, hè, over die verdorde hand die genezen was. Die geschiedenis, dat was de laatste keer dat ik hier geweest ben. Toen heb ik het gehad over de schoonmoeder van Petrus en diegene die bezeten is van een demon. Hè, dat die genezen wordt. En ik weet niet of je zich nog kan herinneren. Maar als je dan in de schrift gaat kijken van wat zijn nou de leringen van demonen. Als je dan kijkt in 1 Timotheus 4, dan staat daar, ik ga er niet met u naartoe, want dat hebben we de vorige keer gedaan. Daar staat in 1 Timotheus 4 vanaf vers 1 tot 5, dat die leringen van demonen, dat is feitelijk wet.
Wat die demonen feitelijk leren is van dat mag wel en dat mag niet. In plaats van dat je leeft vanuit die verlossing en leeft vanuit de vrijheid. He, dan zegt Paulus dat gewoon concreet gewoon tegen Timotheus. 1 Timotheus 4 vers 1 tot 5. Nou, hier zie je dus ook die vrouw die dus bezeten is. He, door de demonen bezeten is. En daardoor eigenlijk helemaal krom is. En de gedachte is eigenlijk dat als je helemaal krom bent, dan ben je natuurlijk gericht op dat aardse, gericht naar beneden. En ben je eigenlijk niet in staat om iets te kunnen doen, doordat je zo helemaal gekromd bent. En je moet eigenlijk opgericht worden, genezen worden, verlost worden, voordat je eigenlijk, om maar te zeggen, overdrachtelijk gezien, vrucht zou kunnen dragen. Dat beeld vind je ook heel vaak terug. Dat mensen geen vrucht kunnen dragen, maar door de genezing van de Heer, dat is de volgende geschiedenis waar we met elkaar naartoe zullen gaan. De volgende keer hoop ik, bij leven en welzijn enzovoort. Die man die 38 jaar ziek lag, in Johannes 5, want daar vind je die gedachte terug. Dat je dan verlamd bent vanaf je heup, dus dan kan je naar de mens gesproken geen vrucht dragen, maar de Heer geneest je, waardoor je wel vrucht kunt dragen. Nou, u ziet wel dat die geschiedenissen natuurlijk allemaal die tekenen een betekenis hebben. En het is eigenlijk altijd hetzelfde. En dat vind ik het mooie van de schrift. En dat zullen we straks ook nog zien, dat waar je de schrift ook openslaat, het vult elkaar aan. Het zijn allemaal puzzelstukjes die je bij elkaar kunt leggen. En dan langzaam maar zeker krijg je dat grote beeld. Van het plan wat God heeft met zijn schepping. En daardoor ook het plan wat hij heeft, waarin wij eventueel betrokken kunnen en mogen worden in zijn genade. Lucas 13. Zij leerde op de Sabbat in een van de synagogen, dus de mensen komen daar samen, er wordt dan gelezen ook uit de Torah. En is daar een vrouw die een geest der krankheid had, 18 jaar lang. Nou, die 18 jaar, dat vinden we eigenlijk maar een paar keer terug in het Nieuwe Testament, hier zo in Lucas 13, en ook nog een paar keer in het Oude Testament, daar ga ik zo even met u naartoe. Maar die 18, die vind je ook al in vers 4 van dit hoofdstuk. Daar staat dat op 18 de toren van Siloam viel. Nou, waarom staat er 18? We gaan straks nog even kijken in het Oude Testament ook, waarover 18 gesproken wordt. Die 18 heeft kennelijk te maken met oordeel. Want hier staat dat de toren van Siloam op hem viel. Nou, Siloam, dat vinden we ook terug. En dat is het laatste teken waar we het over zullen hebben. Dat wordt dan waarschijnlijk niet de volgende keer, maar de keer erop. Alweer bij leven en welzijn natuurlijk. En als ik nog teruggevraagd word, dat weet je natuurlijk ook niet altijd. Maar dat is de blind geborene, Johannes 9. Ik ken die geschiedenis wel. Daar speelt water ook weer een belangrijke rol. De Heer spuugde op de grond, maakte er een papje van, smeerde het op de ogen. Dan moet hij zich gaan wassen in het badwater Siloam. En dat zie je hier, het feit van die blind geborene, en waarom ik dit nu zeg, is omdat we zullen zien dat straks ook dan weer terugkomt, die gedachte. Dat niet zomaar een gedachte is die uit de lucht komt vallen, maar vanuit de schrift is het ook een combinatie die gemaakt wordt in de geschiedenis die we net met elkaar gelezen hebben, van die lamme vrouw die genezen wordt. Dat je kromgebogen wordt en dat je genezen wordt, we zullen dat later nog lezen. Want in de psalmen bijvoorbeeld vinden we dat terug, dat het in één adem genoemd wordt, met dat de Heer de blinde de ogen opent. En dat wilde ik eigenlijk zeggen, dat of je nou hier in Lucas 13 bent, of je bent in de psalmen, of je bent in Genesis, of je bent in Richteren straks, of in de brieven van Paulus, het vult elkaar aan. En dat vind ik gewoon dat mooie van de schrift, dat je daaraan ziet dat het woord van God is. Het begint natuurlijk altijd dat je gelooft dat de Bijbel het woord van God is. Dat is de basis. Als je niet gelooft, zul je dit soort dingen ook nooit ontdekken vanuit de schrift. Maar als je gelooft dat de Bijbel het woord van God is, dan bewijst dat woord zichzelf. Als je dat gaat lezen en bestuderen. Dus die 18, spreekt kennelijk over oordeel. En dat zien we bijvoorbeeld ook terug in het Oude Testament. En als u de Bijbel bij u heeft, dan wil ik met u daar naartoe in Richteren 3.
Richteren 3 in het Oude Testament. En dan lees ik even vanaf vers 12. Waar dan staat: maar de kinderen Israëls voeren voort te doen dat kwaad is in de ogen des Heren. Nou, dat heeft altijd te maken met ongeloof. Dat ze niet geloven in datgene wat God gesproken heeft. Andere goden achterna lopen. Andere heren dienen. Toen sterkte de Heer Eglon, de koning der Moabieten, tegen Israël, omdat zij deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En hij vergaderde tot zich de kinderen Ammons, de Amalekieten. Hij toog heen en sloeg Israël en zij namen de palmstad Jericho in bezit. En de kinderen Israëls dienden Eglon, koning der Moabieten, 18 jaren. Maar als je ziet dat er oordeel komt over Israël, en dan dienen ze Eglon, de koning der Moabieten, 18 jaren. En dan Richteren 10. Richteren 10. Die soort gelijks. Toen voeren de kinderen Israëls voort, vers 6, Richteren 10, vers 6. Toen voeren de kinderen Israëls voort te doen dat kwaad is, hè, opnieuw in de ogen des Heren. En dienden de Baals en de goden van Sidon, de goden van Moab, de goden der kinderen Ammons, met schades de goden de Filistijnen. En zij verlieten de Heren en dienden hem niet. Zo ontstak de toren des Heren tegen Israël. En hij verkocht hen in de hand der Filistijnen en in de hand der kinderen Ammons. En zij onderdrukte en vertraden de kinderen Israëls in datzelfde jaar 18 jaren. Dus dan vind je eigenlijk datzelfde gedachte weer terug. Hè? Dat oordeel wat er komt over Israël vanwege ongeloof en niet gehoorzaam zijn aan de Heer. En dan lezen we, als we even wat verder gaan, naar 2 Koningen 22... Twee Koningen 22. Waar staat in vers 3? En het geschiedde nu in het 18e jaar van de koning Josia, dat de koning, de schrijver Safan, de zoon van Azalia, de zoon van Mesullam, etc., dat in het 18e jaar, wat gebeurt er? Ze vinden daar een boekrol. Dat lezen we in vers 8. En daar staat: toen zei de hoogpriester Hilkia, dus ze gaan de tempel in en ze vinden daar: ik heb een wetboek gevonden in het huis des Heren. Dan gaan ze lezen, dus kennelijk hadden ze die dus niet, ze hadden de schrift helemaal niet. Dus laat staan dat je leeft vanuit geloof, vanuit de schrift. En toen nu de koning dat wetboek hoorde, het werd voorgelezen voor hem, scheurde hij zijn klederen, vers 11. En dan vervolgens zegt hij, want de grimmigheid, vers 13, des Heren is groot, terwijl het tegen ons aangestoken is, omdat onze vaderen niet gehoord hebben naar de woorden deze boeks. Ongeloof. Om te doen naar al wat voor ons geschreven is. En dan zegt Jozua, we moeten ons weer gaan houden aan wat de Heer gesproken heeft. En dat lezen we in hoofdstuk 23, hè, dat ze zich weer moeten houden aan zijn geboden, aan zijn getuigenissen en zijn inzettingen. Met ganse harten en met ganse ziel zich daaraan te houden. En vervolgens gaan ze ook het Pascha vieren. En ze vinden eigenlijk hetzelfde, hè, dus 18 jaar
ongeloof. Maar dan vervolgens komen ze tot geloof en gaan ze dus de Heer dienen. En worden ze feitelijk verlost van de situatie waar ze in zaten. Dus daar vinden we die 18 jaren terug in het Oude Testament. Dus hier vinden we deze vrouw die 18 jaar gebogen is. En dan zich ganzig niet kan oprichten. Vers 11 ben ik nu weer terug in Lucas 13. En Jezus haar ziende, riep haar tot zich en zei tot haar. En wat je hier ook ziet in deze geschiedenis, is dat die vrouw die vraagt niet om genezing. En de Heer vraagt ook niet aan haar of zij genezen wil worden. Lijkt me heel logisch natuurlijk, hè, dat als je zo loopt, ja, dat het wel fijn is als je natuurlijk genezen wordt daarvan. Maar de Heer vraagt het niet. En ik weet niet hoe u dat heeft, maar bij mij gaan dan de gedachten eigenlijk naar die geschiedenis in Johannes 13 van de voetwassing van de Heer Jezus. Dat de Heer zonder het te vragen de voeten van de discipelen gaat wassen. Dat is wat de Heer doet. Als je een gelovige bent, en dat was deze vrouw, ze was immers een dochter van Abraham. Als je een gelovige bent, dan reinigt de Heer ons van onze zonde, of we daar nou om vragen of niet. Dat is wat hij doet. En dat is ook de reden waarom wij als gelovigen de Heer mogen danken voor vergeving van zonde. Zelfs zonder dat we erom vragen. Natuurlijk mag je erom vragen. Hè? Natuurlijk, op het moment dat er dingen gebeuren in je leven, dingen waar je tegenaan loopt, en dat zal gebeuren vroeg of laat, dan mag je dat, je mag alles bij de Heer brengen. Maar je mag ook uit dankbaarheid en zeker weet op grond van zijn belofte dat hij de zonde vergeeft. Sterker nog, dat hij ze al vergeven heeft. En dat je mag weten of je ze wel of niet bij hem gebracht hebt. Hij vergeeft ze. En dat zet je in de vrijheid. En dat maakt je echt verlost. Dat maakt je echt verlost van dat oude leven. Als je dat leert vanuit de schrift. Maar dat gaat natuurlijk tegen onze eigen natuur in. Dat gaat tegen hoe we zelf denken. Wij vinden eigenlijk dat we iets moeten doen om dat te kunnen ontvangen. We moeten eerst onze zonde belijden. En er is niks tegen zonde belijden. Maar de schrift zegt dat ook al doe je dat niet, ook al belijd je niet je zonde, God vergeet ze toch. Want hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Nou zie je in deze vrouw. Hij legt haar de handen op. Nou, handen opleggen is een stukje vereenzelviging. Dat je als het ware één wordt met de persoon die je de handen oplegt. Dat is een beetje de gedachte. Nou, dat zegt Paulus natuurlijk ook. Als je tot geloof gekomen bent, ben je één plant geworden met de Heer Jezus Christus. Ben je met hem gestorven, begraven en opgewekt. Kijk, en als je je realiseert dat je met hem gestorven en begraven bent, dan snap je ook waarom de Heer ons onze zonde al vergeeft voordat wij daar eventueel om vragen. Of zelfs zonder dat we ze belijden. Dat is toch logisch? Als de Heer ons ziet als in Christus. Als de Heer ons ziet als gestorven en begraven met zijn Zoon. Dan is dat inderdaad een logische consequentie dat de Heer ook op die manier naar ons kijkt. Ja, wat overigens niet wil zeggen dat de dingen die wij doen in ons leven geen consequenties hebben. Die kunnen best consequenties hebben in dit aardse leven. En die hebben ook consequenties in het aardse leven. Maar niet per se ten opzichte van de Heer. Dat hoeft niet. Dat zou zo niet hoeven te zijn in ieder geval. Hij legt haar de handen op. Terstond werd zij wederrecht en verheerlijkte God. Nou, waar kun je zoal onder gebukt gaan? Nou, als we dat opzoeken in de schrift. En we kijken dan even een paar bladzijden hiervoor. In Lucas 11, vers 46. Bij mij één bladzijde omslaan. Wat staat daar? Lucas 11, vers 46. Dat is de Heer Jezus zeide: wee ook u wetgeleerden. Ja. De Heer is niet erg tactisch tegen de wetgeleerden. We zullen het straks ook nog zien. Hoe die ze noemt. Geen geveinsde. En op andere plekken heeft hij het dan over witgepleisterde graven en zo. Maar dat zullen we zo nog wel even zien. Het dus lijkt van buiten mooi, maar van binnen is het dood. En hier zegt hij: wee u. Kijk hoor, 46. Want hij zeide: wee ook u wetgeleerden, want gij belast de mensen met lasten zwaar om te dragen. Want wat doen die fariseeën en geleerden? Die leggen de mensen wet op. Wat
wel en niet mag. Hele rits, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. En dan is de Heer de rotssteen, dan was je erop verpletterd. En je zou moeten bouwen op de rots, dat zullen we straks nog zien. Maar als je de ziet, als je de rots ziet als gebod op gebod, regel op regel, ja, dan gaat het niet goed. En dat wordt opgelegd, hè, door de fariseeën. Gij belast de mensen met lasten zwaar om te dragen. Dan ga je gebukt onder, om zo maar te zeggen. En zelf raakt gij die lasten niet aan met een van uw vingeren. Dus je legt andere mensen dingen op waar je jezelf helemaal niet aan houdt. En daarom zegt de Heer ook, hè, gij geveinsden. Hij noemt ze hypocriet. Hè, dat Griekse woord dat daar gebruikt wordt, is het woord dat wij voor hypocriet gebruiken. Dus gaat gebukt hier onder de wet. Nou, Handelingen 15 spreekt daar bijvoorbeeld ook over. Hè, een paar bladzijden verder, Handelingen 15. Waar dan staat, ik lees even vanaf vers 10... Nou ja, 9, hè, staat dat wij, ons hart gereinigd is door het geloof. Dat is natuurlijk ook beeldspraak, ons hart is gereinigd door het geloof. Vers 9. En dat geldt voor iedereen, hè, want bij God is geen onderscheid des persoons. En dan staat er nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, hetwelk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden, op zulke wijze als ook zij. He, dus hier wordt ook gesproken over dat juk wat opgelegd wordt. He. Nou, je weet wat een juk is, he. Dat is wat op een ezel gelegd wordt. He. Zo'n, en dat juk, dat, als wij dat dragen, ik moet altijd denken aan die plaatjes van vroeger. Tegenwoordig zie je dat natuurlijk niet meer zo, maar dat je dat juk hebt eigenlijk en daar hangen dan twee van die emmers aan. He, dan, en op die manier verplaats je dan zeg maar datgene wat zwaar is. Daar gebruik je dan zo'n juk voor. Maar als dat juk te zwaar wordt, hè, dan ga je daaronder gebukt. En dat is eigenlijk de last van de wet. En daar zouden we verlost van worden, toch? Hoe vaak spreekt de schrift er niet over? Hè? Dat we verlost worden van zonde, dood en wet. Dat is de kern van de schrift. Verlost van de dood, in hem hebben we eeuwig leven. Maar we worden daardoor ook verlost van de zonde, hè, en de wet. Niet dat we geen zonde meer doen, maar het is niet meer het overheersende principe in ons leven. We hebben iets wat hoger is dan dat. En dat zegt de schrift ook. Hè. Genade staat boven wet. En dat, met schrift was andersom. Daar stond wet boven genade. Hè, dan wordt daar iemand genezen op de Sabbat. Dan zeg je, nou, fijn voor die persoon dat dat gebeurt. En dan staat religie, wet, boven genade. Terwijl de schrift zegt, nee, genade staat boven wet. Even terug. He, dus je gaat gebukt naar. Ik ga er niet met u naartoe, ook vanwege de tijd. Ik kom er straks nog even wel in gelaten. Ik ga er nu even niet naartoe, maar gelaten spreekt er uitgebreid over. He, dat we inderdaad gebukt gaan onder de wet. Gij uitzinnige gelaten, he, zegt Paulus tegen gelaten. Dat je je weer onder wet laat plaatsen. Ben je gelovige? En dan laat je je weer onder wet plaatsen. Hoe dom kun je zijn? Je bent ervan bevrijd. En dan wil ik nog wel even met u gaan naar psalmen. Weer naar het Oude Testament. Ik hoop niet dat het heel vervelend vindt dat we een beetje heen en weer gaan door de schrift heen, maar ik vind het mooi om dat te laten zien, wat ik net al even aangaf. Dat het niet uitmaakt waar je heen gaat in de schrift, dat je dezelfde waarheden gewoon eigenlijk steeds weer terugvindt. Psalm 38 bijvoorbeeld. Psalm 38. Waar staat in vers 7, ik ben krom geworden. Ik ben uitermate zeer nedergebogen. Ik ga de ganse dag in het zwart. Nou, het beeld lijkt me duidelijk, hè. En dat staat boven die boetpsalm. Nou, dan pakken we nog even een paar versen uit een andere psalm. Psalm 145. Psalm 145. Waar staat
in vers 14, Psalm 145, vers 14. De Heere ondersteunt allen die vallen. Hij richt alle gebogenen op. En dus daar wordt eigenlijk dat gebogen zijn ook vergeleken met dat je gevallen bent. En dus de Heer richt ons op. Hij richt alle gebogenen, richt hij op. En dan de volgende psalm. En die is zo mooi. Psalm 146. Psalm 146. Ja, ik zou hem helemaal willen lezen, maar dat doe ik dan maar even niet. Psalm 146. Ik lees even vanaf vers 6. Die de hemel en aarde gemaakt heeft, de Heer. De zee en al wat in hetzelfde is, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die de verdrukte recht doet, die de hongerige brood geeft. De Heer maakt de gevangenen los. Ja, want dat was met deze vrouw natuurlijk ook het geval. Ze was gevangen eigenlijk in haar eigen lichaam. En dan vers 8, wat ik net al even aangaf in het begin. Hè. De Heer opent de ogen der blinden. Nou, dat is Johannes 9, die blindgeborene die genezen wordt. Van Siloam, wat ook al sprak over die 18 jaar. Net in Lucas 13. En dan vervolgens, de Heer richt de gebogenen op. Dus dan vind je in één vers diezelfde gedachte weer terug. Dat de blinden het zicht krijgen. Hè, want de mens wandelt van nature in duisternis. Maar de schrift is het licht. En dan mag je wandelen in dat licht. De Heer opent de ogen der blinden. Maar hij richt ook de gebogenen op. Dat is eigenlijk hetzelfde. Hetzelfde principe. Alleen met andere woorden, een ander beeld. Maar het betekent uiteraard hetzelfde. De Heer richt de gebogenen op. Want de Heere heeft de rechtvaardige lief. Maar wie zijn de rechtvaardig? Ja, Abraham, de gelovige. En wat van Abraham, hoe vaak wordt niet gezegd? Dat zijn geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Het is geloof in de schrift. Je hoeft er helemaal niks, niet veel voor te doen. Ja, niks, je moet er wel wat voor doen, tussen aanhalingstekens. Je moet gewoon geloven in wat God gesproken heeft. Dat is het enige wat de Heer van ons verlangt. Dat we geloven in wat Hij gesproken heeft. Dat lezen, dat bestuderen, onderzoek de schriften. Want gij meent daarin het eeuwige leven te hebben. En deze zijn het die van mij getuigen, zegt de Heer. Onderzoek de schriften. En dat is ons voedsel. Ons dagelijks voedsel. En ik weet niet hoe het met u is. Maar met mij is het zeker zo. Het zal met u ongetwijfeld niet anders zijn. Ja, dat er soms wel eens tijden zijn in je leven dat je er wat minder mee bezig bent met dat woord van God. En dan merk je dat gewoon, hoe je het nodig hebt. Hoe je dat woord van God nodig hebt, omdat je... Je gedachten moeten hierbij bepaald worden. Dit is waar je zekerheid in zit. En als je niet hiermee vult, maar met andere dingen vult vanuit de wereld. En je dwaalt af, zeg maar. Dan krijg je honger. Althans, ik hoop. Ja, tenminste, dat is bij mij het geval. Maar ik denk dat met iedere gelovige zo is. Dan krijg je weer die honger. Dat is ook logisch. Want dat is gewoon met je natuurlijke, als natuurlijke mens ook. Als je gewoon niet eet. Maar op een gegeven moment heb je dat eten nodig. En dat geldt ook voor dat geestelijke voedsel. En daarom is hij ook dat brood, hè, wat we net gelezen hebben, wat ons voedt. De Heer heeft de rechtvaardige lief. De Heer bewaart de vreemdeling, enzovoort, enzovoort. Dus dat ging over dat kromgebogen zijn en dan weer opgericht worden en de ogen geopend worden. Nou, de Heer verlost ons. Ik ga even verder in Lucas 13. Er is de handen opgelegd. Ze is niet meer krom. Ze is alleen maar gericht op dat aardse. Maar ze is verlost. Ze is opgericht. Wat natuurlijk ook weer met opstanding in nieuw leven te maken heeft. Wat we ook zoveel tegenkomen in de schrift. En ze vervolgens verheerlijkte ze God. Vers 13. Nou, waarvan zijn we verlost? Ik ga het niet allemaal met u opzoeken. Maar we zijn verlost. Gelaten 3 vers 13 van de vloek der wet. We zijn verlost, Gelaten 4 vers 3, van de eerste beginselen der wereld. 1 Petrus 1, we zijn verlost van onze ijdele wandel in deze schepping. Want van nature is onze wandel ijdel. Het heeft geen zin, het is zinloos. Het eindigt uiteindelijk in de dood. En Petrus zegt dan in 1 Petrus 1 vers 18, dat we verlost worden van die ijdele wandel door hem. We worden verlost van zonde, dood en wet. Van de dienstbaarheid aan de wet. En Hebreeën 2 spreekt er onder andere over. Nou, dan ga je even verder in deze geschiedenis. Hè. Dus die vrouw is verlost. En dan komt die overste de synagoge, die fariseer.
En die neemt het de Heer kwalijk dat hij dat gedaan heeft. Waarom? Religie. Het feit dat je denkt dat je God zou kunnen dienen met allerlei wetjes en regeltjes. En dan denk ik van de schepper van hemel en aarde. Hoe kun je nou echt denken dat hij blij is als hij niet fietst op zondag bijvoorbeeld? Ik geef maar een voorbeeldje. Ik vind dat altijd zo'n, ik vind dat van die rare kronkels. Hè? Als je je voor probeert te stellen wie de Heer is voor zover dat in ons vermogen ligt. En dat is het natuurlijk maar ten dele. Maar hij heeft hemel en aarde gemaakt. Zou het dan echt serieus dat hij het oplet dat wij bepaalde dingen wel en niet doen? Dat dat voor hem belangrijk is. Moet heel veel mensen denken dat. En zoals hier gezegd wordt, hè, zoals de Heer ook zegt. Er zijn ook mensen die dan dat andere opleggen van dat mag wel en niet. Maar zelf houden ze zich er niet eens aan. En dat staat ook hier. En dat is natuurlijk niet tactisch wat de Heer hier doet. Want uiteindelijk betekent dit natuurlijk wel zijn dood. En ze proberen hem uit de weg te ruimen. En dat lezen we ook voortdurend weer terug. En dat ze iets proberen te vinden om hem maar uit de weg te ruimen. En uiteraard, uiteindelijk lukt dat. Denken ze. Maar de Satan, die zeg maar de overste is van al die demonen en die geesten enzovoort enzovoort. Die had er even geen rekening mee gehouden dat de Heer op zou staan uit de dood. En daar heeft hij absoluut geen macht meer over. En dat eigenlijk God alle dingen doet medewerken ten goede. En dat dus ook. Die laat de dood van de Heer Jezus Christus meewerken ten goede. Omdat daardoor hij de eersteling is van een nieuwe schepping. En dat is uiteindelijk het doel van deze hele oude schepping. Om een nieuwe schepping voor te brengen. Dus dan zegt hij, die oversynagoge die komt dan, hè, dat hij op de Sabbat genezen heeft. Terwijl dat eigenlijk de uitgelezen dag is om het te doen, symbolisch. Want als je tot geloof komt, dan ga je de rust in. Kijk, lees je de Hebreeënbrief maar eens door. Hoe vaak dat terugkomt. Hè, dat als je tot geloof gekomen bent, dan ga je die rust in. Dan ga je dat eeuwige leven leven. Dan nader je tot de troon der genade. En als je dat doet, dan mag je weten dat de Heer, Hebreeën 9 zegt dat, hè, dat de Heer onze gewetens gereinigd heeft van dode werken en van die ijdele wandel. Dus de Heer heeft onze gewetens gereinigd om inderdaad hem te kunnen dienen. Maar goed, zij zeggen van 6 dagen kun je dat doen. In plaats van ze blij zijn voor die vrouw dat ze genezen is, houden ze vast aan die wetjes en regeltjes die ze zelf voor een groot deel zelf bedacht hebben. Hij doet dat dan niet op de Sabbat. Bij mijn weten is er geen enkele wet in het Oude Testament, maar goed, waarop staat dat je op de Sabbat niet mag genezen. Maar als dat wel zo is, dan hoor ik het straks nog wel van een van u. Er zijn van allerlei wetjes en regels wat wel niet mag, maar niet dat je niet zou mogen genezen op de Sabbat. Want in hoeverre is dit nou dienstwerk wat de Heer doet? Dat hij gewoon tegen die vrouw zegt, vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. Wat voor dienstwerk heeft hij dan gedaan? Hij zegt dat gewoon. En op grond van wat hij zegt, is die vrouw genezen. En dan zegt de Heer ook, de Heer antwoordde dan die wetgeleerde, gij geveinsde, huichelaar, hypocriet, dat is het Griekse woord wat hier staat, hypocriet, maak niet een ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de kribbe los en leid hem heen om te doen drinken. Even kijken, nou, Lucas, ik wil eens met u gaan naar Lucas 11, vers 44. Dat is een paar bladzijden ervoor dan. Wat de Heer daar zegt over de schriftgeleerden. Lucas 11, vers 44. Dan zeg je, dat is niet verstandig om dit te zeggen. Dat gaat problemen geven. Wee u, gij schriftgeleerden. Lucas 11, vers 44. En dan zegt hij eerst al, nou goed, dat ze graag vooraan zitten in de synagoge. Dat ze ervan houden om begroet te worden op de markt. Hè, om belangrijk te zijn in de maatschappij. Een hoge positie te hebben. En dan zegt hij, wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, vers 44. Want gij zijt gelijk de graven, die niet openbaar zijn. En de mensen die daarover wandelen, weten het niet. Dus, op andere plekken zegt hij, wit gepleisterde graven. Dus van buiten lijkt het mooi, maar van binnen is het de dood. Of je loopt er overheen zonder eigenlijk te weten dat datgene waar je overheen loopt
graven zijn, de dood is. Daar vergelijkt hij dus die wetgeleerden mee. Gij geveinsden. En dan in het volgende vers hè, haalt hij aan die os en die ezel als beeld van Israël. Daar kunnen we op zich wel even heen gaan. Jesaja 1 staat dat. Jesaja 1, gelijk aan het begin van Jesaja. En daar zien we inderdaad dat dat als beeld gebruikt wordt voor het volk Israël, het zondige volk, wat eigenlijk uitverkoren was om hem te dienen, maar wat in de praktijk de meest van de tijd andere goden achterna liep. Een os kent zijn bezitter, vers 3. En een ezel de krib zijns heren. Maar Israël heeft geen kennis, dus dat zou ze wel moeten hebben. Van hun Heer en van hun bezitter. Mijn volk verstaat niet. Waarom? Dat ze niet willen luisteren. Dus je ziet dat die os en die ezel, net als die schapen uit een van de andere geschiedenissen, ook een beeld zijn van het volk Israël. Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen, want ze hebben de Heere verlaten, ze hebben de heilige Israëls gelasterd, ze hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Nou, en dat wijkende achterwaarts, daar wil ik straks ook mee afsluiten met die gedachte. Dat wijkende achterwaarts, de gedachte die hier speelt, is het beschaamd worden. Het woord beschaamd worden in het Oude Testament houdt verband met dat achterwaarts wijken en vallen. Dus de gedachte is dat als je niet gelooft in de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan zul je beschaamd worden. Maar wie geloven zullen niet beschaamd worden. Hè? We gaan het straks met elkaar lezen. Maar als je dus niet gelooft, zul je wel beschaamd worden. En dan zal de rots, de Heer Jezus Christus, hè, waar we over gezongen hebben in het begin van deze dienst. De rots van Christus zal niet de rots zijn waarop je kunt bouwen en wat een vast fundament is. Maar het zal de rots zijn waarop je uiteindelijk te pletter valt. En dat is ook weer die gedachte hè, van dat oordeel. Die 18. Dus als je niet gelooft, komt er oordeel. God is een God van liefde, dat klopt, maar God is geen liefertje. En dat zien we ook als voorbeeld in hoe de Heer met Israël omgaat onder het Oude Verbond. Het, als het niet luistert, dan heeft dat zijn consequenties. Hè, en dat geldt natuurlijk in onze levens ook. Het is niet zo dat je kan zeggen van nou, God straft onmiddellijk, want dat is niet zo hè, op dit moment. God grijpt zeker niet in. Integendeel, hè, God heeft de wereld juist losgelaten. En daar spreken die geschiedenissen die we net met elkaar gelezen hebben in het Nieuwe Testament, die spreken daarover. Want als je dus die geschiedenis van Lucas 13, van die lamme vrouw die genezen wordt, die genezing, als we die lezen in zijn context, dan staat dat midden tussen allerlei gelijkenissen die de Heer aan het vertellen is. En nou, we weten die gelijkenissen gaan er juist over, over dat verborgen koninkrijk van Christus. Dat op dit moment het niet zo is, dat als de dingen gebeuren in ongeloof dat God gelijk ingrijpt. God doet dat niet. God heeft nu de wereld losgelaten en die zegt nu, die 2000 jaar van, ja, je denkt het zelf te kunnen, je denkt het zonder mij te kunnen, je wil mij niet. Oké, laat me zien dat je het zelf kan. En we kunnen het natuurlijk niet als mens. Maar ook nu maken we er een puinhoop van. En sla de krant maar open. Of kijk maar gewoon om je heen, of kijk maar naar jezelf, om zo maar te zeggen. Want het zit natuurlijk ook in onszelf. Dus als je de heilige Israëls lastert, dat je je vervreemdt, dan val je, dan wijk je achterwaarts. En dat vinden we hier in Jesaja al terug. En dat lezen we ook in dat laatste gedeelte van Lucas 13. Lucas 13. En waar ik dan nog even verder lees in die geschiedenis, hè, over die os en die ezel, hè, dat je die toch ook van de kribbel losmaakt om te doen drinken. Want dat is eigenlijk het doel. Je hoort te drinken van dat levende water. Dat is de hele gedachte. Ook die os en die ezel. Ook dat schaap. Je moet drinken van dat levende water wat de Heer geeft. En niet van dat stilstaande water. Hè. Want als je in die gracht gegooid wordt, het stilstaande water, dan overlijd je.
Dat is een van die andere geschiedenissen. Als dan een beest in de gracht valt, in stilstandwater, dan overlijd je. Dat is de wet. Dat is ook wel woord van God, maar dat is wet, stilstandwater. Maar je moet gebracht worden bij dat levende water. Nou, en deze, die een dochter van Abraham is, vers 16, welke de Satan, zie nu 18 jaar gebonden had, daar vinden we dat nog een keer terug, had deze niet losgemaakt moeten worden, juist op de dag van de Sabbat. En als hij dit zeide, dat laatste vers, werden zij alle beschaamd die zich tegen hem stelden. En dat zegt de schrift ook, hè? Dat als je in hem gelooft, dan word je niet beschaamd. Maar als je niet gelooft, dan word je wel beschaamd. Met als gevolg dat je dus die rotsteen verwerpt en daarover struikelt en op de pletter valt. En daar wil ik nog even met u naar gaan kijken. Romeinen 9 wil ik eerst met u naartoe. Romeinen 9. Lees ik vanaf vers 31. En waarin we vers 30 al zien dat de rechtvaardigheid uit het geloof is. Immers Abraham die rechtvaardig, dat lazen we net ook in het Oude Testament. Als je rechtvaardig bent, wanneer ben je rechtvaardig? Als je gelooft. Dan wordt je geloof gerekend tot gerechtigheid. En dat staat ook hier, hè? In vers 30. De rechtvaardigheid die uit het geloof is, maar Israël, vers 31... die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Nou, wat is die wet der rechtvaardigheid? Dat is niet de wet van Mozes, maar die wet, dat is een wetmatigheid, hè, zoals we die in de natuur ook hebben. Dat is de zwaartekracht. Als je iets laat vallen, dan gaat het met een bepaalde versnelling naar beneden toe. Dat is een wetmatigheid. En dat is ook de betekenis van het woord wet hier. Ja, niet gebod, gebod, regel op regel. Nee, de schrift dat genade boven recht gaat. Dat is de wet der rechtvaardigheid. Dat is wat de Heer doet. Maar Israël die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is, ziet, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En een ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Maar dat betekent dus dat ieder die niet gelooft, zal wel beschaamd worden. En dat is precies wat we lazen net in Lucas 13. Dat ze beschaamd waren door datgene wat de Heer zei. Maar ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Nou, die tekst, als u net zo'n Bijbel heeft als ik, dan zie je dat het aangehaald wordt uit Jesaja 28. En daar wil ik dan nog even met u naartoe. Jesaja 28, Psalm, Spreuken, Prediker, ook niet Jesaja. 28. Jesaja 28. En dan lees ik vanaf vers 10. Jesaja 28 vanaf vers 10. Want staat er, het is gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Daarom zal hij, de Heer, door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. En dit spreekt over de tijd na de opstanding van de Heer. Hè? Dat ze dus de Heer verworpen hebben. En dat je dan vervolgens ziet dat dus het evangelie, het woord van God, in het Grieks in dit geval, gepreekt wordt in plaats van in het Hebreeuws, hè, wat oorspronkelijk het geval was, hè, dat het woord van God in het Hebreeuws gesproken werd. En dan zie je dus dat de Joden verworpen hebben, wil niet eens over ons koning zij. En dan vervolgens zie je de situatie, de tijd waarin wij nu leven, dat inderdaad door lieden van belachelijke lippen, in andere tong, het woord van God gesproken wordt. Nu, op dit moment, ben ik dat feitelijk aan het doen. Ik ben in een taal anders dan het Hebreeuws, bezig met u vanuit dat woord van God. De tijd waarin wij nu leven. Tot welke hij gezegd heeft, dit is de rust. Dit is de rust. Spreek ook weer over het Sabbat, toch? Dit is de rust.
Geeft de moeder rust. Dat zegt de Heer natuurlijk ook tegen zijn omstanders. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Toch? Die vermoeid en belast zijn. Je bent belast onder dat juk. En ik zal u rust geven. Wanneer geef je rust? Op de Sabbat. Want het is de dag van de rust. Tot welke hij gezegd heeft, dit is de rust. Geeft de moeder rust. En dit is de verkwikking. Doch zij hebben niet willen horen. Zo zal in het woord des Heren zijn, nogmaals, religie, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, opdat ze heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Dat is dat beschaamd worden, dat is hetzelfde woord. Dat je achterwaarts valt op die rots, dat je wel beschaamd wordt en dan is hij een steen des aanstoots, een rots der ergernis, ja. En dan uiteindelijk komt dan toch dat oordeel. Kijk, in de praktijk betekent dat. Ik moet denken aan de geschiedenis van Johannes 2, die bruiloft in Cana. De inhoud van je leven moet gekeurd worden. En als jij dan geen beroep kunt doen op het verlossingswerk van de Heer, ja, dan zul je zelf verantwoording voor je leven af moeten leggen. En dan zul je geen onderdeel uitmaken van de nieuwe schepping waar de Heer mee bezig is. Dat is dan de consequenties ervan. En wat ik zei, en dat lezen we natuurlijk zo vaak in het Oude Testament. De Heer is wel liefde, maar geen lievertje. Daarom hoort des Heren woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk, fariseeën, dat de Jeruzalem is, omdat gij lieden zegt, we hebben een verbond met de dood gemaakt, ja, en wie heeft het geweld des doods, tegenstander, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt, jullie vader is de duivel, hè, zei de Heer tegen die fariseeën, jullie vader is de duivel. Wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, zal hij ons tot ons niet komen, want we hebben de leugen, wie is de vader der leugen? De tegenstander. Want we hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld. En onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Dan spreekt het over die fariseeën. Daarom, vers 16, al zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen. Een beproefde is een edelsteen, hè? Die door dat vuur heen gegaan is. Een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. En wie gelooft, zal niet beschaamd worden. Wie gelooft, zal hier niet haasten. Die zal er niet van wegvluchten. Maar die zal er naartoe gaan. Die zal niet beschaamd worden. En wie niet gelooft, die zal op die rots te pletten vallen. En dan wil ik afsluiten eigenlijk met een gedeelte uit 1 Petrus. Vanmorgen met u. 1 Petrus. Jacobus, Petrus. Petrus, waar dan staat, gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, 1 Petrus 1 vanaf vers 3, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwerkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor ons, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot zaligheid. Dus de Heer bewaart ons voor dat loon straks. En dat loon wordt voor ons bewaard. Als wij hier in dit leven hem dienen. Tot een onverderfelijk en onbevlekkelijk en onverwerkelijke erfenis. Die in de hemelen bewaard is voor u. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot zaligheid. Die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt. Nu een weinig tijd, zo het nodig is, beproefd zijnde door menigerlei verzoekingen, omdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van goud, het welk vergaat, en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden tot zijn lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En als hij geopenbaard zal worden, zullen wij met hem
geopenbaard worden, welke gij niet gezien hebt. Want we hebben hem niet gezien. Zalig zij die niet zien en toch geloven. Welke wij niet gezien hebben. Nochtans hebben wij hem lief. Welke gij nu, hoewel gij niet ziende, maar gelovende u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde, het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. En dat is die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat onze levenswandel hier op aarde nut heeft voor de eeuwigheid. Dat dat loon kan geven, hem te dienen vanuit genade. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u. Want de profeten in het Oude Testament, die wisten niet van de periode waarin wij nu leven. Waarin de Heer vanuit het verborgene zijn werk doet. Maar in het Nieuwe Testament wordt het geopenbaard. Het is verborgen in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament wordt het geopenbaard. En als hij straks geopenbaard zal worden in de toekomst, zullen wij erbij zijn. Zullen we de Heer daarvoor danken? Ja, Heer, dank u wel dat we u mogen kennen als de rots. Heer, dat we op u mogen bouwen. Dat we mogen bouwen op de belofte die we hebben vanuit uw woord. Heer, dat we ook nu vanmorgen uw woord hebben mogen openen. En dat we geproefd hebben, Heer, dat het zoet is voor het verhemelte, maar bitter voor de buik. Heer, ook vanmorgen hebben we kunnen proeven dat het in uw woord niet gaat over de oude mens en dit oude leven. Want voor u heeft dat eigenlijk geen waarde, behalve dan als we dat ter beschikking stellen aan u. Dan zegt u van, dan wil ik jouw leven gebruiken voor de toekomst. Heer, dank u wel voor die genade. Heer, dank u wel voor die genade dat we mogen weten in uw eeuwig leven te hebben. Maar veel meer dan dat. Heer, dat u uw leven ook in en door ons wil leven. En daarom willen we ook aan het eind van deze morgen, voordat we straks weer naar huis gaan en gewoon weer in de omstandigheden komen waarin we ons dagelijks bevinden, willen we tegen u zeggen, Heer, met ons hart, dat het ons diepste verlangen is om u te dienen. In de wetenschap, Heer, dat uw dienen altijd begint met het bezig zijn met uw woord. En daarom hebben we dat vanmorgen ook gedaan. Heer, omdat we door bezig te zijn met uw woord u alle eer willen geven. Heer, dank u wel voor die enorme rijkdom, die enorme genade. Dank u wel, Heer, dat u met ons meegaat naar huis. En zo willen we onszelf ook bij u aanbevelen, Heer, in de wetenschap dat ook in ons leven, als we u willen dienen, u in ons leven alle dingen doet medewerken ten goede. Amen. Dankjewel, broeder, voor deze woorden van rust, dat we ook in de rust mogen leven en niet de aardse dingen bedenken. Laten we zingen lied 16 MBC aan de voeten van mijn heiland. En onder dit lied is er de collecte.
We hebben nog een paar mededelingen. Vanmiddag is hier om 5:30 de studie van broeder Ab Klein Haneveld over de eerste Johannesbrief. Woensdag is er om 7:30 studie van Chris Rijmakers op het Marsdiep. En volgende week om 10:00 spreekt hier broeder Joël Romkes. En dan heb ik hier nog een flyer van een avond 6 april. Om 7:30 in de Koningshof van Jurken Brand, op weg naar Pasen. Hij die in de rust zelf gegaan is, die heeft van zijn werken gerust, zoals we vanochtend ook mochten horen. En hij richt een ieder op. Soms is het een vrouw, soms is het een volk, maar hij als eersteling is opgestaan uit het graf. Dus ik zou zeggen, deel het uit, neem het van harte mee en het ligt volgens mij ook daar en hier op de stapel. Laten we als slotlied nog zingen, lied 837, Verlang naar die heerlijke woning. Breken nog bloeden, waarin bereiken.
ons heeft zalig gemaakt en geroepen heeft met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eeuwig eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Allen wel thuis en er is nog koffie.